Mijn naam is Ellie Lust en ik ben woordvoerder voor de politie Amsterdam. Eén van de woordvoerders. Een bekend gezicht daardoor in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Ik ben Taak Dakema, heb 12 jaar voor het Nederlands elftal gehockeyd. Ben 2 keer Olympische Spelen geweest. En tegenwoordig zit ik in sportmanagement. Ik ga heel erg vertrouwen op mijn mensenkennis. Mijn voelhorens uitzetten. En heel goed kijken wat er gebeurt. Wat mensen doen, niet doen, zeggen of niet zeggen. Waar ik met name goed in ben is fanatiek zijn. Dus heel hard proberen te rennen en overal vol in te vliegen. En bovendien denk ik dat ik goed ben in de ander in de luren te leggen. Waar ik niet heel goed in ben, is de weg vinden. Want ik ben ook maar een meisje. Dus als je mij zegt waar ik naartoe moet en ik moet teruglopen en ik ken de route niet, heb je goede kans dat ik het niet meteen vind. Bij mijn vrienden sta ik bekend als iemand die eigenlijk de hele tijd grapjes uithaalt. Ik ben eigenlijk altijd bezig om te kijken waar ik ergens een beetje rotzooi kan trappen. Omdat ik daar heel veel plezier uit haal. Dus mensen, als ze rond mij zijn, zijn ze altijd extra op hun hoede. Als kandidaat zal ik vooral de strategie kiezen van enerzijds mezelf laten zien als potentiële mol. En anderzijds heel nadrukkelijk natuurlijk proberen om die mol te ontmaskeren. Als ik de mol ben, dan zal ik heel erg fanatiek mijn best gaan doen dat er zo min mogelijk geld in de pot komt. Ik zal dus overal vooraan lopen, maar hopelijk links en rechts wat steekjes laten vallen. Als ik de mol ben, dan ben ik een verrassende mol. Ondanks dat veel mensen ook zouden denken van tevoren dat ik het zou kunnen zijn. Omdat ik heel goed in staat ben om in een groep te bewegen, om mee te gaan met een groep, maar uiteindelijk nergens antwoord op te geven.